Jeroen Piqueur, hier in Betere Tijden. Hij is de topman van Optima. Vandaag zien we toch dat de klant permanent op zoek gaat naar gemoedsrust. En onze dienstverlening komt daar nu juist aan tegemoet. Maar gemoedsrust hebben de klanten van Optima nu net niet. Zeker niet na de communicatie van de Nationale Bank gisteren. In het kader van een recente inspectie door de Nationale Bank werden verschillende onregelmatigheden in het beheer van Optima Bank vastgesteld. In deze context heeft Optima Bank de toezichthouder ingelicht dat zij haar statuut van kredietinstelling en haar ambities om een beursvennootschap te worden verzaakt. Concreet onderzoekt het parket van Oost-Vlaanderen nu of Jeroen Piqueur zichzelf heeft verrijkt met zeer hoge onkostennota's. Het zou gaan om miljoenenbedragen. Zijn advocaat reageert telefonisch. Dat zijn vergoedingen voor het werk dat hij verricht voor de bank en voor de groep. Hij is iemand die al sinds de jaren 90 100% van zijn tijd besteedt aan de uitbouw van de groep. Maar het ging blijkbaar om heel veel geld, hè? Wel, dat is een appreciatie. Ik denk niet dat het gepast is om nu in detail daarop in te gaan. Advocaat Geert Lenses vertegenwoordigt verschillende gedupeerden van Optima. Volgens hem is paniek niet nodig. Op het moment dat men de licentie niet meer heeft als bank, mag men die activiteiten niet meer uitoefenen. En blijkbaar was de Nationale Bank ook beducht voor een run on the bank. Dus dat wil zeggen dat iedereen tegelijk zijn geld gaat opvragen. En ik denk dat men zowel de bank heeft willen beschermen. Dus een nachtmerrie voor elke bank, denk ik, maar ook de spaarders. Klanten kunnen zich richten tot het garantiefonds van de overheid dat de terugbetaling verzekert tot 100.000 euro.